Nee, de eerste plaats voor hen. Want ik weet wat het is als spits, als je niet kunt scoren. Goed, dat is in de eerste plaats frustratie voor hen geweest al die weken. Als ze vandaag een goal maken, dat is gewoon heel belangrijk voor hen en voor de toekomst. Zie je dat je met Sakla ook anders kan spelen, op een andere manier dan dat je met Goeie speelt? Je hebt wel meer tijd, wel meer mogelijkheden. Altijd de keuze als je eerst aan een tegenstander kijkt, dan kijkt waar dat je het meeste pijn mee kunt doen. En hij dacht er al vandaag het meeste pijn kon doen met Fashion. En hij heeft dat gedaan, ook al zijn er nog momenten waar dat je nog beter kunt doen. Maar er zit muziek in die jongen. Die treint en die speelt met een big smile, met een open geest. En dat is waar. Ja, Lisa heeft gewoon heel goed gespeeld vandaag. Ja, maar ik wil een kortrijk scoren. Ik had van jullie de 3 punten met Sivkovic, dat heb ik ook nog. Nee, maar ik heb tegen hem ook gezegd dat ik heel blij ben voor hem. Ik meen dat ook. Ik meen dat oprecht. En ik moet met iedereen verder. En als coach hebben ze de taak om spelers aan de praat te krijgen. En om goed. Om goed te laten functioneren en goed te laten spelen. Ze moeten nu eerst geloven natuurlijk in hetgeen dat je zegt. Ze moeten willen volgen. En ik ben blij dat eruit komt op een bepaald moment. Eerst en vooral vond ik Ondoa niet onzeker vandaag. Ik weet niet wat jij daar. Maar in de eerste helft lost hij daar een bal, dan ben je die vrije trap. Op dit veld, en dat is ook de reden van de vrije trap. Ik zou denken, op een hoog veld kunnen zeggen van ja, we moeten pakken, maar op dit veld is dat een excuus. Is dat niet, kunnen een lage bal die over de grond scheert op dit veld, is voor elke keer een moeilijke bal. Ik vond dat gewoon een goede match. Dus die vrije trap. Niks geen onzekerheid in. Ja. Dus die vrije trap vond je ook dat hij heel moeilijk. Nee, maar op dit veld en zo'n bal die. Ik heb liever dat het niet binnen is, maar ik kan dat wel begrijpen dat je niet. Ja. Luister, al onze statistieken gaan de hoogte in, al 3 matchen aan een stuk. We hebben tegen Cercle 556 passes gegeven met een accuraatheid van 82%. Sorry, maar dat hebben we niet slecht gespeeld. Hè. We komen met een groep die vorig jaar een gemiddelde haalde van 270 à 290 passes. Nooit over de 300, amper over de 300. Dat was in het begin ook zo, onze eerste matchen. Alleen Moes Groen was een beetje meer. En dan komen we van 270, 280. Als je dan de laatste matchen speelt aan meer dan 500 passes. Dan hebben we niet slecht gespeeld. Ik spreek niet over gevaarlijk zijn in het laatste derde van het veld, want daar ging veel fout en daarom werd de kwaliteit en de juistheid in de passen en de juistheid in de beslissing geven. Maar slecht spelen is iets anders. Maar ik weet niet waar jullie aan afmeten, hè, wat jullie verwachten van ons. Maar ik ben heel blij met wat ik zie. Heel blij. Ik vind dit al, dat we al heel ver staan met wat we vandaag laten zien en ook vorige week tegen Cercle bij moment. Ik vind deze match gewoon heel belangrijk voor ons, omdat hij ergens beslist over de kant waar dat je uit gaat. Je kunt door vandaag te winnen, ga er naar boven en anders zakt de weg en dan blijf je achter met 1 op 9. Sint-Truiden, Cercle, Girona, de 1 op 9 en zakt er naar onder. Dus daar ben ik content voor, maar of dat nu de 6e plaats is of de 7e plaats.